De minister van Defensie, Ronnie Benschop, heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan het Nationaal Leger. In de Mimrebougou-kazerne heeft de minister gesproken met de legerleiding. Verder heeft de bewindsman manschappen van het leger toegesproken. Volle verstand die het deeltaak die krijgt toebedeeld moet uitvoeren. Als je een scheve schaats gaat rijden, dan zet je niet alleen jezelf in problemen, maar ook anderen. Dus de discipline die we aan de dag moeten leggen om invulling te geven aan de taken neergelegd in de grondwet en de overige wetten van het leger, die moeten we goed kunnen uitvoeren, ook al hebben we niet de juiste middelen altijd ter beschikking, maar met wat we hebben kunnen we een grote job doen voor de Surinaamse gemeenschap. We gaan het niet als enkeling kunnen doen, niet de minister, niet de leger, niet de directie. Gezamenlijk in familieverband gaan we de problemen die op ons pad komen, gaan we moeten tackelen. De uitdagingen gaan we moeten aangaan. En de schaarse middelen die piece by piece binnenkomen, moeten we blijven behandelen als ons eigendom. Het is niet eenvoudig, maar jullie steun, iedereen steun hebben we nodig tot het welslagen van deze organisatie. In mijn beleid als minister van Defensie heb ik opgenomen dat ik regelmatig de eenheden bezoek. En de hoofdkazerne, Mimrebougou-kazerne, daar doe ik één keer per twee maanden doe ik het in stijl als het vandaag gegaan is. Netjes en verwisselen we van gedachten met de legerleiding om te kijken waar we dus moeten bijschaven, wat de pijnpunten zijn, om het contact ook goed te houden. En het functioneert goed. Vandaag was het meest belangrijke om die ruis die in de gemeenschap is ontstaan weg te werken. En u hebt me zo ook horen zeggen in de zaal, hoe je moet omgaan met dit soort berichten. Ik sla geen acht op ze. Ik zie ze niet staan. Maar natuurlijk brouilleren ze de organisatie. Maar er zijn juiste kanalen die men kan bewandelen om aan de juiste informatie te komen. Men doet dat niet alleen om paniek te zaaien. Maar we zijn niet paniekerig. We blijven in onze schoenen staan. En die reus heb ik weggemaakt vandaag. En we gaan dan gestadig verder. Ik heb met de leiding en directie ook gelijk de punten laten noteren. Waarvoor we actie moeten ondernemen voor het leger. En die gaan we op kantoor van de week. Gaan we dan verder bespreken en dan kijken wat we moeten doen, wat de follow-up is.
het land, het staatsbudget besparen. Ik heb het gezegd in de zaal, door ons handelen, door onze bijdrage aan de ontwikkeling van het land. Niet alleen een bijdrage aan andere departementen van bestuur, maar particuliere instellingen, scholen, bejaardentehuizen. Komt erbij kijken dat we ons landbouwproject hebben dat goed draait. Ons broodproject, ons rijstproject. We hebben een ananasproject dat bezig is op gang te komen. Dat maakt dat de overheid bepaalde uitgaven niet hoeft te doen voor het leger. Het resultaat van vorig jaar was een besparing op het budget van de overheid van 35 miljoen SAD door die acties van de defensieorganisatie. En dit jaar verwachten we zo'n 40 miljoen besparing. 40 miljoen SAD dat de staat niet hoeft uit te geven aan het leger. Want je weet, we dealen allemaal met een beperkt budget. Maar je moet goed dat ding gaan beschouwen van hoe ga je het doen met zo'n budget. En als je snugger bent, dan moet je weten van ik moet dan zelf een paar dingen gaan doen. En wij van Defensie hebben het voortouw genomen. De overige departementen zien het. Vele van ze willen, maar kunnen niet, ze hebben niet de structuren. Maar ik zeg, als ze snugger zijn, is er toch wel wat dat ze kunnen doen om minder geld uit te geven. Ze besparen al misschien met elektriciteit, water, kantoorbenodigdheden. Maar er zijn meer dingen die we kunnen doen. Ik heb aangegeven daarnet dat ik ga beginnen met de bouw van de militaire academie. Zonder een staatsbegroting. Zonder een begroting in te dienen bij de staat. Men gaat zich afvragen dat voor hem niet. Maar hierachter staat het Militair Museum. Heb ook zonder opkoper zijn van de staat gebouwd. Jij moet weten, hoe kom je aan die fondsen? Als je op zoek gaat naar die fondsen, ga je ze vinden. Maar je moet je doel strak stellen dat wil ik doen. Je moet niet zomaar iets gaan bouwen om een fond te maken. Is een onderwijsstuk, ga ik daar neerzetten. Op topniveau. Laat het een voorbeeld zijn. Want ik weet dat die vragen her en der gaan komen. Maar dat, hoe kom je aan dat geld? Laat ze klad aan het werk zetten. Ze gaan zien wie ons geholpen heeft. En dat vind ik jammer van Suriname. Ze gaan niet proberen te achtergaan van, maar je hebt die man. Ze gaan vinden van, als het nog kan, voor moet je aan die natuurlijk. Nu want voor moet je aan die. Met bouwing en de schrijfman zijn schrijven van de rommel, maar God heeft een score toe. Ik doe een occasie. Met de geleerde kies om de schrijf te lossen.